wij inderdaad van alle niet-Europese vreemdelingen die wettig in ons land verblijven, inderdaad respect en dankbaarheid verwachten. Respect voor onze taal, respect voor onze cultuur, respect voor onze godsdienst, respect voor onze wetten en dankbaarheid voor het werk en de welvaart en de toekomstkansen die zij hier krijgen. Maar ik voeg daaraan toe, wie van die niet-Europese vreemdelingen, wie daarvan niet bereid zijn om dat respect en die dankbaarheid te vertonen en op te brengen, wie hier meent zijn islamwetten aan ons te moeten komen opleggen, wie meent dat het bij ons toch zo slecht en zo racistisch en zo vreselijk eraan toe gaat, wel nu, die houden wij niet tegen en vermits het thuis toch zoveel beter is als bij ons, mogen zij rustig terugkeren naar hun eigen land.